Jelte Rouwelaar, NAC bekert weliswaar een ronde verder, maar mag ik toch de woorden dramatisch bij Vlagen in mijn mond nemen? Ja, absoluut. Absoluut. Het enige positieve wat je al zei, dat we door zijn. Dat we in de koker zitten donderdag, dat is het enige. Maar ik vond ons vandaag zeer matig. Ja, NAC onwaardig misschien wel. Ja, niet alleen. Als je zo speelt als betaald voetbalorganisatie, dan mag dat niet. En dat gebeurt. Dat zei ik net ook voor Eredivisie Live. Ik zit nu een aantal jaren bij NAC. En ik kan me nog wedstrijden herinneren dat het nog misschien nog wel slechter was. En dat mag niet als betaald voetbalspeler. Dan moet je zulke wedstrijden wel beter beginnen en ook zeker beter eindigen. Hoe komt dat? Nou ja, dat ligt natuurlijk altijd een stukje bij jezelf. En we hebben het als team uiteindelijk ook niet goed gedaan. Maar uiteindelijk begint het bij jezelf. Hoe diep wil je gaan? Hoe gefocust ben je om zo'n wedstrijd in te gaan? En hoe goed wil je spelen? En dan heb je natuurlijk heus wel eens een mindere dag. En dan zullen andere jongens het moeten gaan brengen. Maar ja, wij als team hebben vandaag gewoon gefaald. Ja, als we dan aan de wedstrijd bijvoorbeeld van zaterdag, komende zaterdag tegen Ajax denken, ja, dan mag het toch wel, met name denk ik, het centrale duo zich wat beter voorbereiden. Ja, maar niet alleen het centrale duo. Die jongens hadden het moeilijk, maar... Zijn er twee linkspoten? Ja, nee, dat is ook geen excuus, want dat maakt niet zoveel uit op dit niveau, met alle respect. Maar die jongens hadden het moeilijk, maar ik vond dat wij nogmaals als team gewoon vandaag niet goed hebben gedaan. En het zal toch anders moeten tegen Ajax, want dan hoeven we misschien helemaal niet te beginnen.